Jeugdverblijven worden ingezet als opvangplaats voor asielzoekers. Op die manier wil staatssecretaris voor asiel en migratie De Moor vermijden dat ook deze winter gezinnen van asielzoekers op straat moeten slapen. En dus gaat haar partijgenoot in de Vlaamse regering, minister Dalle, bevoegd voor jeugd, op zoek naar private jeugdverblijven. Een van die mogelijke private jeugdverblijven ligt op het grondgebied van Malle. En dat is voor de burgemeester Sanne van Looy van N-VA niet zo vanzelfsprekend. Zij gaat in debat met CD&V-fractieleider in de Kamer, Servet Verheerstraeten. En ook Jos Daze, Vlaams parlementslid voor PVDA, zit mee aan tafel. Goedemorgen iedereen. Er is een lijst van private jeugdverblijven. Er staan er zo ongeveer 14 op, had ik begrepen. Eentje ligt op het grondgebied van Malle. U was not amused. Ik was vooral not amused omwille van de communicatie. Ik heb woensdagavond een telefoontje gekregen van een journalist die mij vertelde dat wij dus een van de private jeugdverblijven op ons grondgebied hadden, dat zich kandidaat had gesteld. En natuurlijk als burgemeester vind ik het vanzelfsprekend dat ik daar als eerste van op de hoogte ben. Ik vind het maar normaal. Ik wil als burgemeester graag mijn job goed doen. Hè. En dan vind ik het normaal dat ik anno 2023 met alle communicatiemiddelen die er zijn, dat mijn overheid mij daar ook van op de hoogte stelt. En dat is in deze niet gebeurd. Er komen heel wat zaken bij kijken bij extra opvang. Het is nog maar een polsfase, hè? Ja, klopt. Hè. Maar dat was voor mij ook nog niet duidelijk. Hè. En, dat heb ik vernomen na de feiten. Okay. Ondertussen is inderdaad gebleken dat het nog een beetje een polsfase is. Op het einde van de week zou er meer duidelijkheid komen. En dan hoop ik dat ik wel als burgemeester als eerste betrokken ga zijn. Ja. Had minister Dalle eerst de burgemeester moeten informeren? Wel, er is een lijst van mogelijke cities die dan moeten onderzocht worden door FedAsiel. En men onderzoekt dat eerst. En eerst moeten eigenlijk cities solide en zeker zijn en voor aanmerking komen. En als dat afgerond is, op die fase, dan worden uiteraard de burgemeesters betrokken. Dat hoort zo ook, dat burgemeesters betrokken waren. Maar als we elke potentiële site die FedAsiel de laatste jaren heeft gezocht, onmiddellijk eigenlijk in de media moeten zetten, ja, dan maak je enorm veel mensen ongerust, nodeloos ongerust. Dat moeten we ook vermijden. Mm-hmm. Maar als er dus sites gaan komen en dat men in overweging neemt en zegt, kijk, technisch voldoen die, dan zal er uiteraard gesproken worden. En moet er ook over voorwaarden en modaliteiten gesproken worden. Waarom hebben we al wel Kasterlee gekozen? Waarom hebben we al wel Beersel gekozen? Daar is personeel. Ja, maar dat is ook in Vlaamse handen. En dus konden we dat onmiddellijk doen. De Vlaamse overheid wordt daar trouwens ook voor vergoed. De jeugdinstellingen worden er ook voor vergoed. Maar die centra zitten in Vlaamse handen. Dit gaat over privé. Dit gaat over privé. Ook zij zullen vergoed worden als daar gebruikt. Dat is ook logisch. En het gaat ook over maar pre-opvang voor enkele dagen, ja. Wat er uiteraard belangrijk is voor de gemeentebestuur, want als het over langdurige opvang is, dan zijn de kopzorgen voor de gemeentebestuur nog groter. Het is enkele dagen. Eigenlijk is de bedoeling de gezinnen met kinderen, want het gaat alleen over gezinnen met kinderen, daar enkele dagen onder te brengen in die sites. En dat kan zijn dat dat niet in Malle zal zijn. Mm-hmm. En om vervolgens die door te storten naar de gewone opvang. Oké, daar zullen we straks verder op ingaan. Ja, een korte reactie en dan ga ik naar... Een reactie? Ja, ik wou daar toch graag even op inpikken. Het zou inderdaad logisch zijn dat het niet eerst in de media is gekomen, maar dat is dus nu wel gebeurd. Hè. Maar heeft u dat niet zelf bewerkstelligd? U heeft getweet en zelf gezegd van nu moet ik in de gazet lezen of moet ik het via een journalist vernemen dat er een jeugdcentrum... Maar dus het privaat jeugdcentrum heeft eerst gecommuniceerd naar de media toe. Hè. Het is op die manier dat het gegaan is. Okay, ik zou het logisch vinden dat dat eerst achter de schermen gebeurt. Hè. Dat is, als burgemeester ben ik eindverantwoordelijke voor mijn gemeente. Daar komen heel wat openbare ordentaken bij kijken. En u zegt dat is een heel tijdelijke iets, die opvang. Maar daar stel ik mij wel heel veel vragen bij die tijdelijkheid. Hè. Er staan duizenden mensen aan de deur. Je gaat me niet zeggen dat een noodsituatie is, dat dat een ad hoc maatregel kan zijn. Want er staan er duizenden aan de deur die ook op lange termijn zullen moeten worden opgevangen. Daarover... Uiteraard ben ik bereid om mijn steentje bij te dragen. Dat heeft mijn gemeente trouwens ook gedaan in het verleden. Met de Oekraïners. Daarvoor ook al. Toen de oorlog is uitgebroken in Syrië. Wij hebben trouwens ook crisisopvang voor 27 OCMW's uit het Antwerpse, dat wij op ons grondgebied en heel wat jeugdinstellingen. Dus wij dragen wel degelijk ons steentje bij. We zijn zeker geen asociale gemeente. Maar als het gaat over deze noodsituatie, die ik eigenlijk geen noodsituatie vind, dan stel ik mij gewoon heel veel vragen. Heel veel vragen die mijn inwoners ook stellen. Hè.
Hoe lang gaat die opvang duren? Hoeveel mensen komen er naar Malle? Ik kan daar geen antwoorden op bieden. En dat zijn nu toch wel net de antwoorden die ik zou moeten kunnen geven. En waarom is het geen noodsituatie? Het is geen noodsituatie omdat deze asielcrisis al heel lang aansleept en omdat er nog heel wat asielzoekers aan onze deur staan. Het is niet dat dit een piek is waar er perspectief is op beterschappen, dat er morgen andere maatregelen komen. Nee, we zitten op een plateau, er gaan maar asielzoekers blijven komen. Dus ik zie geen perspectief, er wordt één niet gecommuniceerd en ik vrees zelfs dat de overheid het zelf ook gewoon niet weet. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Het is een Europees probleem en dat moet structureel worden aangepakt met veel hardere grenzen. Ik denk dat het partijstandpunt daar heel duidelijk is. Maar er zijn nog twee punten waar ik wel graag op wil inhaken. U spreekt over zwakke personen die hier aan de deur staan, maar dat is niet alleen zo. Hè. Het gaat vaak over alleenstaande mannen die hier allemaal aankomen. Daar zit een hele organisatie achter en daar moeten we ook een halt toeroepen. En u zegt, Vlaanderen springt hier in de bres. Ik stel me er vragen bij. Is er een beslissing van de Vlaamse regering? Volgens mij gaat het nog altijd over een initiatief van private jeugdverblijven, waar dat minister Dalle zich achter schaart. En dat is dan een ad hoc maatregel. Vandaag zijn het jeugdverblijven, morgen is er misschien een zaaltje van het Rode Kruis waar we asielzoekers moeten opvangen. Zegt u dan dat het federale probleem wordt doorgeschoven naar het Vlaamse? Naar de lokale besturen. En naar de lokale besturen, ja. Want jullie moeten uiteindelijk opdraven en zorgen voor die opvangplaatsen. Ja, en wij willen heel graag ons steentje bijdragen, maar dan wel in een verhaal waar een perspectief wordt geboden. Waar er ook duidelijke maatregelen komen, waar er aan die instroomkant wordt gewerkt, waar er verstrengingen zijn, waar er ontradingscampagnes zijn. En dat wij ook het perspectief hebben dat de capaciteit niet gaat opdraven. Dat er niet te veel capaciteit gaat zijn, of dat de capaciteit niet overschreden wordt. Mm-hmm. Dat is vandaag het grote probleem. Ja. We kunnen het niet meer. Onze maatschappij is volledig opgeabsorbeerd. Dat is natuurlijk een lange termijnvisie of een termijnvisie op middellange termijn. Maar nu zitten we met het probleem dat die vluchtelingen hier zijn. Wilt u dat ze op straat slapen dan? Nee, helemaal niet. Maar dat is er juist gekomen door het gebrek aan lange termijnvisie. Ons migratiebeleid is volledig geparalyseerd. We zitten in een regering die geen beslissingen kan nemen omdat de ene partij dit zegt en de andere partij zo. Ik kan me inbeelden dat meneer Verstraeten wel op een bepaald aantal vlakken met mij eens is over die verstrengingen enzovoort. Maar uw partij kan in die federale regering weinig doen met coalitiepartners zoals Ecolo en Groen die alleen maar aan de instroomkant werken en nergens maatregelen nemen. Ja, ik begrijp de maatregel van staatssecretaris De Moor wel, maar het is natuurlijk niet wettelijk. Hè. Het is zelfs ongrondwettelijk. Hè. Je kan discrimineren op basis van geslacht. En ik denk dat mevrouw De Moor dat ook wel weet. Maar ja, het probleem blijft. Hè. Ik denk dat we misschien eerder moeten gaan naar een soort plafondmaatregel, waarbij dat we misschien een tijdelijke cap invoeren, een tijdelijke migratiestop, zodat we even kunnen kijken waar kunnen we vandaag met onze asielzoekers terecht. Maar dat we wel even de capaciteit bepalen die er is en dat we dan kijken waar kunnen we asielzoekers een plaats geven conform de capaciteit die er is. Ook dat is juridisch een moeilijk verhaal, dat besef ik heel goed. Maar ik denk dat je daar het argument van overmacht wel kan inroepen. Maar is het dan logisch dat de staatssecretaris prioriteiten stelt binnen die groep van asielzoekers? Oké, eerst vrouwen en kinderen en gezinnen? Of het is niet grondwettelijk of het is niet wettelijk, maar... Ja, u zegt het zelf, hè. We zijn een beetje op zoek naar de limieten van onze rechtsstaat aan het aftasten omwille van de grote instroom. Hè. We zitten vandaag met dat probleem dat er gekomen is omwille van het feit dat er geen structureel beleid is gevoerd. En we moeten naar de oorzaken, dat is ook wat mijn collega hier naast mij zegt, hè. We moeten naar de oorzaken, daar moeten we oplossingen zoeken. Mijn oplossingen voor die oorzaken liggen helemaal anders. Ik denk dat we veel meer moeten gaan werken naar opvang in eigen regio. Dat is een maatregel om ervoor te zorgen dat we hier onze maximale capaciteit niet bereiken en dat zo'n beslissingen niet moeten worden genomen worden en dat we onze rechtsstaat kunnen blijven respecteren. Ja, ik vraag me dan wel af waar die asielzoekers na februari naartoe gaan. Hè? Want ze zijn hier natuurlijk wel. Dat is de grote vraag die ik me stel en waar ik mij ook zorgen over maak. En waar dat trouwens alle burgemeesters zich zorgen over maken. Hè? Want u spreekt naar over uw collega uit Beersel. Maar die heeft ook aangegeven dat voor hem de limieten zijn bereikt. Dus dit is geen partijpolitiek verhaal. Alle burgemeesters, alle lokale besturen geven aan dat de grenzen bereikt zijn. En dat we het niet gaan oplossen met ad hoc maatregelen die puur loszand zijn.